Het is een voldoening, niet voor mij alleen, maar ook voor de moskee, de leden en de omgeving Magenta. Zo typeerde voorzitter Jeffrey Danu van de moskee Gomama het bezoek van de president Chandrika Prasad Santokhi op donderdag 28 april. In het teken van de vastenmaand, Ramadan, bezoekt het staatshoofd enkele moskeeën in Suriname. Hij nam samen met de gelovigen deel aan de iftar, oftewel het ontvasten, in de Gomama moskee aan de Magentaweg. De president benadrukte de kracht van het gezamenlijk bidden voor een gezegend Suriname. En natuurlijk is het heel belangrijk dat we vandaag hier zijn. Als president ben ik hier aanwezig om in de eerste plaats samenlijk te bidden. Tweede is namelijk om respect te tonen voor u, het islamgeloof, ook uw jamaat. Dat de president overal gaat om samen met u te bidden. Dat het goed mag gaan met u, met uw familie, met het land, met het volk van Suriname. Dat wij hier vandaag gaan bidden met een groep personen. Maar die groep personen mag deel uit van miljoenen moslimbroeders en zusters die op dit moment bidden. Dat samenwerken, het collectief gebed, geeft meer kracht. Breng u dichterbij bij Allah, waar we allemaal willen behoren, om in de paradijs terecht te komen. In deze periode zijn we gebed om ook terug te kijken en alles wat misgegaan is, daar de vergiffenis te vragen. We zijn hier vandaag ook om ook te vragen voor reiniging van ons als mens, reiniging van onze geest, ons lichaam. Dat we nader aan de periode een beter mens worden, een beter moslim worden. Omdat wij daarvoor gebieden hebben, offers gebracht hebben. En een van de offers is namelijk het vasten. Waar we vasten niet alleen het teken staat van omhouding, van voedsel en of consumptie. Maar het is ook omhouding van alle verlangens en alle lusten en weerstand te kunnen bieden tegen alles wat je ons zou kunnen verleiden. In geestelijk opzicht, ook fysiek opzicht. Het vasten geeft je zelfdiscipline. Het vasten zorgt ervoor, namelijk, dat je ook met die personen, die honger lijden, die minder benieuwd zijn, dat je solidair bent met hen. Maar vooral in deze tijd, waar we zien dat er oorlogen zijn in de wereld, waar zoveel slachtoffers gemaakt worden, gepaard hadden met mensenlevens. Wat kunnen we doen? Bidden. Bidden voor hun. Bidden voor alle slachtoffers en hun geliefden. Maar we hoeven niet zo ver te gaan. Hier staan we in Suriname in ons achterland. Grote dieren onder water. Personen die ontheemd zijn. Niet eens in hun eigen woning woonachtig zijn, maar elders een dak gevonden hebben, een huis gevonden hebben, soms met bijstand van ons als overheid, ook voor hun bidden. Dat hun probleem zelfs net opgelost mag zijn. Maar we willen ook voor onze samenleving. We willen ook voor onze regering. Een hele voldoening, niet voor mij alleen, voor de moskee, de leden, een historisch moment natuurlijk. En ook om de omgeving, de buurt, Magenta en de omgeving. Maar in het bijzonder onze moskee, waar ik ondervoorzitter van ben. Deze dag is, ik kan zeggen, zit er het begin van de maand Ramadan. Die is gepland. En...
echt in de hoop dat alles goed zou aflopen. En iedereen zat vol spanning, enthousiasme en ook een blij gevoel. En uiteindelijk is alles met de wil van de Almachtige succesvol afgelopen. Toch wel. Want wij staan er niet alleen voor. Wij doen dit niet alleen voor onszelf, omwille van de Almachtige. De islam is ons fundament, zeg maar, grondbeginsel. En van daaruit, wij voeren onze richting. De kompas van ons is onze schepper, alles begint met Allah.